vlees moet je echter goed oppassen en helemaal met kip. Rauwe kip kan salmonella bevatten. Het zijn bacteriën die je ziek kunnen maken. Dus als jij rauwe kip aan je handen hebt en je gaat een salade maken, dan komen die bacteriën ook in de salade. Nou, hoef je er ook weer niet zo bang voor te zijn, gewoon even goed opletten. Als je ze goed verhit, gaan ze dood. Weeg je kip af in een bakje. Nooit direct zomaar op de weegschaal. Gebruik voor kip de gele snijplank en snijd de kip. Doe de kip terug in het bakje. Ga nu je handen, je mes en de snijplank direct wassen onder de kraan. Zo weet je zeker dat je met schone handen en materiaal verder kan koken. Verhit in een braadpan of koekenpan de olie en wacht tot die echt goed warm is. Doe dan de kip erin en roer deze zodat deze snel dichtgroeit aan alle kanten. Zet het vuur dan wat lager en laat de kip rustig gaar worden. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.